Religie en etniciteit hebben op politiek-bestuurlijk niveau ervoor gezorgd dat er onder andere een systeem is ontstaan dat corruptie voedt. Dat zei socioloog Kirti Algu afgelopen zaterdag tijdens een rondetafelsessie van politieke partijen. Algu haalde aan dat religie en etniciteit in Suriname door de tijd heen worden ingezet en dat religie en etniciteit in Suriname door de tijd heen worden ingezet om mensen tijdens de verkiezingen politiek te mobiliseren. Religie en etniciteit hebben altijd een rol gespeeld binnen het politiek gebeuren. De socioloog wijst erop dat politiek een top-down cultuur heeft opgebouwd met een beloningssysteem voor loyaliteit. Dit in plaats van professionalisme met schommelende verwijzing naar etniciteit en religie. We hebben een systeem overgehouden dat professionalisme tegenhoudt. Het systeem leidt ons af van steeds nijpendere problemen, zoals bijna het onvermogen om zelfvoorzienend te zijn. Afkloppen, maar als onze import stopt, kunnen we onze mensen niet voeden. Met zoveel land en met zoveel dromen, we kunnen ons gemeenschap niet voeden. Genderongelijkheid en geweld. Mental health. Kapitaal- en talentverlies. Er is onnodig veel accent, naar mijn mening, op leiderschap. Het lijkt wel een narcistische drang van deze tijd. Alles draait om leiderschap. Het draait om individuen die zichzelf naar voren schuiven en soms schaamteloos op hun borst slaan dat ze belangrijker zijn dan de rest. Pardon, maar we hebben een verstopt systeem voor verjonging. En het concept van liefde heeft ook allerlei definities. In die ene context ben je jong, in die andere context ben je oud, in die andere context ben je kleuter. Het draait in deze tijd om het vermogen, naar mijn mening, om jezelf aansprakelijk te stellen en ter verantwoording te roepen wanneer je inconsistent bent. Socioloog en politiek analist Jack Menke zei dat hoewel Suriname sinds 1987 formeel een gedecentraliseerde staat is met resort- en districtsraden, het anno 2020 terug is naar af. Menke wijst erop dat districten nauwelijks eigen inkomsten hebben. Daarnaast zijn er geen structuren voor burgerparticipatie. En districten hebben begrotingstechnisch eigenlijk bijna helemaal afhankelijk, volledig afhankelijk van de overheid. De DR en de RR in de praktijk. De DR in de politieke praktijk. Makkelijk gezegd. Na allerlei sharing of knowledge, kennis, ook met politieke partijen. Ik denk aan de democratie-unit van de universiteit, weet je, dus rond 2000 van de grond gekomen. Maar ook andere momenten kom ik tot de conclusie dat eigenlijk de DDR en RR de belangrijkste functies zijn. Eén, zieltjes winnen. En dat kom niet alleen van mij hoor, mensen die dat hebben meegemaakt, die in RR zaten op werk voor Blauwgrond of in andere districten. Tweede functie is stemvee bij de verkiezingen. En dat geldt vooral bij de mobilisatie, maar bovenal bij de verkiezing van de president en de VVP. Weet je, dat is zeker, dacht ik, 4 keer gebeurd. En dan heb je bijna geen zicht meer op, weet je, hoe er wordt gestemd. En in de derde plaats natuurlijk het verkopen, dus armoedebestrijding, weet je, via RR-leden en DR-leden inzetten voor, weet je, de pakketten van de politieke partijen. De avond werd georganiseerd door de politieke partijen Doe en de Gonini Volkspartij Suriname in het kader van 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid. De komende weekenden worden er meerdere discussieavonden met andere thema's gehouden.